ondergoed, denk ik. Ja. Nee, wit. Zo mooi. Oefeningen doen waarbij je alleen maar dit onder water met je armen. Dan zeg maar sap opzuigen. Wajo. Echt niet goed. Vooral darmklachten, hè? Ja, het is echt een nieuwe ervaring. Serieus? Nou, ik vind het zo spannend. Hi, ik ben spontaan naar de kapper geweest. Ik werd helemaal gek van dit dode haar. En ik dacht, ik doe de doodste dingen eraf. Toen zei ze wat er echt af moest en wat er af kon. Toen zei ik, doe maar alles wat er af kan. Lekker gezond. Het is echt kort hoor. Maar ik vind het helemaal prima. Ik boeit me helemaal niet. Dus ik heb het niet laten feunen, want ik ga nu los ophalen. Het is nu al bijna droog. Feun ik het thuis. Volgens mij ga ik hier echt helemaal blij mee zijn. Wordt het zoveel beter, weer lekker voller. Nou, nu snel lot halen, want ik was heel vroeg en daardoor ben ik nu 3 minuten te laat. Omdat ik iets anders ging doen. Zie ik Lotten al? Lotten? Lotten belt mij. Hallo Lotten? Hallo, waar ben jij? Ik ben er nu, maar ik zie jou niet. Ja, ik sta bij de Park and Ride. Volgens mij ben ik daar nu. Ja! Yeah. Ah, ik zie jou. Doei! Doei! Wat een leuke bril heb jij op. Huh? Wat een leuke bril heb jij op. So pretty. Ik leg ook even mijn tas voor jou achterin, ja? Ik zou hem daar doen. In de achterbank. Haar helemaal achter? Ja. Ik ben echt benieuwd naar je haar. Ik zie het al een beetje. Kort, hè? Ja. Maar nu is er niks mee gedaan. Het valt nog wel mee, vind ik. Het kruist niet heel erg voor me. Nee. Lotsen komt nu in die auto zitten. Hallihallo! Er zijn 2 dingen die ik wil doen waar ik langs reed. Oh jee. 1. Ik ben zaterdag mijn kentekenplaat vergeten. En het is dus bij het tankstation vet ver weg, maar daar reed ik dus net langs. Wist ik niet, want ik ken het niet. Dus daar rijden we letterlijk langs. Dus die kan ik nu ophalen. Ik vind het geen probleem. Grappig dat je het meteen helemaal verantwoord, maar... Nee, maar het is natuurlijk heel toevallig dat ik dat steeds uitstel, omdat ik niet weet waar het zit. En dat ik er nu letterlijk langs rijd. Ja, nou, laten we het doen. Nu rijden we er dus niet langs, want nu is het niet aan dezelfde kant van de weg. Maar, en ik heb echt heel veel zin in Kip Nugget. Oké, dus je wil door de McDrive. Ja, daar rijden we ook langs. Ben je aan het vloggen? Ja. Echt leuk je haar, joh. Lekker luchten. Het is toch prima? Ja. Ik vind het ook wel prima. Het is meer dan prima, hoor. Beter. Het ziet er goed uit. Nee. Leuk jurkje ook. Oh, bedankt. Deze is lekker summery uit. Ja. Shimmery. Maar ik was eigenlijk aan het vloggen, weet ik eigenlijk niet waarom. Hé, een ster. Wat? Een ster. Ja, al heel lang. Maar iemand zei zeg maar dat hij gemaakt is. Ja? Je ne sais quoi. Je ne sais pas. Wat betekent quoi ook alweer dan? Oh nee, je ne sais... Je ne sais... Ik weet niet wat betekent quoi. Oh ja. Hé, hey, je hebt andere brows. Zo brows. Nee? Ik heb gewoon hetzelfde als altijd. Niet? Bewijs filmen. Echt wel, je hebt ze zo een beetje getoupeerd. Getoupeerd? Nee hoor, ik heb gewoon mijn wenkbrauwgel. Dat doe ik altijd gewoon zo omhoog en dan daarna... Het is ook zo... Echt een mooi beeld. Wacht, ik moet even... Oh, nou, ik dacht dat je nooit gel deed. Ja, wel altijd. Want ik gebruik wenkbrauwpoeder, hè? Geen potlood of zo. En mijn wenkbrauwharen zijn heel lang, dus als ik geen gel gebruik, doe jij niet knippen? Afscheren? Nee. Scheren? Ik probeer soms bij te knippen omdat ze zo lang zijn. Ik heb trouwens heel weinig make-up, want het is echt te warm. Ja, ik hou het niet veel. Nee, ik heb tegenwoordig sowieso geen foundation en zo. BB cream, altijd alleen maar een heel klein beetje concealer onder beter, mijn ogen. Hoor. En soms hier ook wat puistjes, maar verder draag ik echt niks. Echt beter. Hoe kan je hier ooit veilig oversteken? Ja. Dat is een moeilijke weg. Je ne sais pas. Ja, ik weet niet of je ne sais quoi ook kan. Ik ga het nu opzoeken. Ja. Maar nee, is het pas inderdaad. Je hebt denk ik wel gelijk. Je had gelijk. Je ne sais pas is ik weet het niet. En je ne sais quoi is ik weet niet wat. Yay! Mijn Frans is ook echt waardeloos. Ik had een 9 van mij hoe het heet. Ja, ik volgens mij ook een heel hoog cijfer. Maar je weet niks meer. Nee. Echt jammer. En ik ben daarna denk ik echt 1 keer in Frankrijk geweest of zo. Dus, ja, het is echt best wel zonde. En als ik in Frankrijk ben, dan doe ik altijd alsof ik de taal niet kan. Kan ik ook niet. Vloeiend, maar... Chicky, ik kom mijn kenteken halen. Mag ik hier even blijven zitten? Ja, okay. Ga maar lekker volgen. Doei. Dan heb je straks weer een fragment van 20 minuten. Volgens mij schijnt trouwens mijn jurk heel erg door. En hij zegt van niet, maar volgens mij zie je gewoon mijn kont. Nee? Oh ja, wel een beetje. Ja, een beetje. Als het licht erop schijnt. Nou zit ze te kijken of ik aan het vloggen ben. Daar is ze weer met de kenteken. Oh, ik heb Siri aangezet.
mee bezig. Ik wist niet echt wie ze het hadden. Oh, ik had per ongeluk je Siri aangezet. Waarom stinkt het eigenlijk zo naar poep? Ja, vind ik ook heel goor. Je jurk schijnt wel een beetje door als het licht erop valt. Wel, hè? Maar een beetje. Maar zie je toen je wegkomt. Nee, nee, dat niet. Alleen ik zag op een gegeven moment je ondergoed, denk ik. Ja? Nee, wit. Oh. Maar je ziet niet mijn billen? Nee, nee. Oké. Hi, hot girl summer. We hebben eventjes Hazer ook en we hebben even pokeballs besteld. We hebben niet besteld bij die lekkere tent, want die is dicht. Nou, Ha en ik hebben dit en Lotte heeft eigenlijk precies hetzelfde, maar dan niet met tonijn en dan rauwe zalm. Ik heb niet echt gevlogd. Oh ja, mijn haar is trouwens eigenlijk toch niet zo leuk nu het opgedapt is, dus het zit in een knot. Want ineens heb ik weer vet veel volume, wat ik dus wilde, maar dus eigenlijk niet wil. Goed verhaal. Zoeken door ze nu. En ik ben een beetje melig. En we zitten hier met... Lotte. Dit mag even. Zo zitten we erbij. Dikke party. Vis. Je kan je geld voor vragen, hè, voor je voeten. Oh, hou op en dan. Lotte zit op de ondervloer uit Muiden. Random fact. Oh, het is heel donker, dus ik zie je niet. Ik zie je niet. Ik heb een heel leuk spel gekocht wat nu beschadigd is voor Lotte. Bij de Hema. €3. Zo mooi. Hi. 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 Drie. Wil je dit verstoppertje doen? Vier. Vijf. Zes. Zeven. Zeven? Ik weet het nog niet. Laten we zeven doen. Ja. Oh my god. Wat kijken we nou voor regels? Weet ik niet precies wel. Oh, vet mooi dit. Wat betekent Q? Oh ja, ik weet het alweer. Als je twee hebt, dan moet het ander de twee pakken. Niet en toe, niet en toe. Atama kata isa ashi isa ashi. Atama kata isa het woord. Hallo, het woord. Ik mag zeggen wat het woord. Oké. Okay. Het woord. Harten. Klaver. Het woord harten. Oké. Okay. Aas betekent toch iets? Nee. Dat doen we al de hele tijd niet, dus nu ook niet. Lotte de kruis. Oh, het was zo leuk met Lotten. Heeft iemand die story gezien? Ik heb hem echt al zo vaak gekeken. Echt erg. Soms kan ik echt stuk gaan om mezelf en mijn vrienden of zo. Die story van Lotten. Lotten. Ben je eigenlijk een lekkere snack? Ik vond het zo grappig. Heeft iemand het gezien? Laat het even weten. Ik ga zwemmen. Het lesje van 9 uur was een soort van... Aquafit, de heftigste. Die heb ik niet gehaald, dat vond ik te vroeg. Ik lag nog heerlijk te knuffelen in bed. Maar ik ga nu naar Aquafaria of zo. Nou, dat was echt geweldig. Ik vind dit zo chill. Je begon gewoon met zwemmen, maar echt omdat je hartslag omhoog ging hoor. Want je doet het gewoon op je eigen tempo natuurlijk. En ik vind zwemmen zo geweldig, want je voelt je zo licht. En je voelt je spieren moe worden, maar je wordt zelf niet moe. Zelf word je gewoon fit, maar je spieren worden moe. Want we moesten echt 10 minuten lang oefeningen doen. Waarbij je alleen maar dit deed onder water met je armen. En dan je benen en andere dingen. Ik voelde mijn armen vet erg. Dus ik ben zo benieuwd wat dit voor me gaat doen. Ik vond het echt geweldig. Ik was inderdaad gewoon de jongste, maar het boeide niet. Die vrouw was super leuk die het gaf. Ze zei ook goed zo. En ze gaf tips als ik de oefening niet goed deed. Jongens, het houdt niet op hier. Ik moet echt... Het is nog eens een zooi. Maar kijk even waar Lotte gisteren mee aankwam. Ze vroeg aan mij, want ik had het eerder aangegeven... Dat ik bij mijn webshop en natuurlijk gewoon bij Surprisebox altijd mooie producten weggeef. En dat ik er best wel doorheen, dat had volgens mij ook in de vlog gezien dat ik er best wel doorheen was. En nu kom ik achter dat ik nog best wel wat heb hoor. Maar ik gaf vooral wat kleinere producten. Weet je, niet echt NARS bronzers van €40. Maar gewoon NYX lipglossjes van €10. Dat soort dingen geef ik vaak erbij. Wow, ik ben moe. En Lotte had nog heel veel van die spullen. En toen dacht ik dat ze echt met een paar dingen aankwam. Toen kwam ze met een mega tas. En ik ga er nu even in kijken, want ik ben zo benieuwd. En dat mag ik dus allemaal gewoon gaan weggeven. Dus ik ga vanaf nu dat denk ik gewoon bij allemaal bestellingen doen. Niet per bestelling van €5. Maar wel ook gewoon bij wat iets grotere bestellingen die niet de Surprisebox zijn. Ik had dit niet verwacht dat het zoveel was. Maar ook de meest perfecte dingen. Echt inderdaad van die prijsjes waar ik dus naar op zoek ben. Zoals... Essence lipglossjes en zo. Echt geweldig. Maar er zitten ook dingen bij. Als ik het zelf wil, mag ik het ook zelf hebben. Zo, wij gaan barbecuen. Gezellig. Lekker barbecuen, cuen, cuen, cuen. En ik heb maar gestemd. Valt mee toch?
Zo grappig. Dit is echt, weet je wel, van I was today years old when I found out. Dat heb ik echt met dit. Deze besjes. Ik weet wel dat ze van smaak lekker zijn, maar ik vind het altijd zo, dat kauw je erop. En dan zit er zo'n droge, dat is bij granaatappelpitjes, zo'n droge pulp in je mond. Helemaal niet lekker. Bye. En gisteren was ik bij barbecue iemand die dit heel lekker vindt. Dus ze zegt, je moet er gewoon pletten zo. Dan zeg maar sap opzuigen. En de pitjes gewoon doorslikken. En nu vind ik het echt heel lekker. Maar als je gaat bijten, is het echt niet lekker. Super grappig. Nu ben ik heel benieuwd of er nou iemand is die dat dan dus ook niet wist. Dat je het op die manier moet eten. Of nou ja, dat het dan lekkerder is. Want iedereen daar wist het. We gaan nu even kijken waar we denken dat we de bank willen. Want hij wil dan misschien iets gaan boren zodat we geen zichtbare kabels hebben. Nou ja, de bank komt woensdag. Maar dan is het al te laat en dan is het stukken door al geweest. Dus dan dacht ik even eentje naar de IKEA om nog even een kast te kopen. Want ik heb echt nog een webshopkast nodig. En eigenlijk ook een bureau, maar dat gaat niet passen. Dus dat is de planning voor vandaag. Oké, kan ik dit ooit... Ga ik dit ooit in de auto kunnen zetten? Dit is echt te zwaar. We hebben Pokeball besteld op hetzelfde zijn huis met uitjes erop. Bij de Poke Family in Berkel in Rodenrijs. Het ziet er echt mega goed uit. Ik las al dat het niet heel veel ruis was. We hebben met extra tonijn nog. Even kijken. En dit is al een normale. Ik kan ook nog een grote voor 3 euro extra. Kijk eventjes. Tot hier zitten nog steeds allemaal toppings. Vet chill als er meer toppings zijn dan rijst, vind ik. Dus het ziet er echt super goed uit, zeg. Moet je kijken, ik heb dit eruit geschept. Dit is alleen maar rijst. En dit is allemaal toppings. Niet normaal. Alleen de zalm heeft een beetje een geur. Dat is wel jammer, maar super veel topping. Oh man, dan koop je een nieuwe kast en dan spijker je verkeerd en heb je dit. Volgens mij is daar letterlijk gewoon niets meer aan te doen. Zo balen. Je kan het ook niet terug doen of zo. Het is gewoon, lijmen heeft geen zin. Ik dacht, ik hou even 1 seconde lijmen, maar dit zit... Zo. Het gaat gewoon niet dat het geperst hout. Is iemand hier een tip voor? Wat doe je als je dit hebt? Oh, er komen echt wel spullen op te staan, maar toch, het is echt zo de slechtste plek waar het had kunnen gebeuren. Nou ja. Nu de planken erin. En nog een bovendeel. Oh, misschien moet ik het bovendeel er eerst op zetten. Dat is wel handiger, denk ik. Ja. Hoi. Ik heb de kast af. Ja, ik heb hem voor me aan de muur geboord. Want ik boor normaal nooit kasten, maar dat is wel chill. En ik wilde hem dus eigenlijk daar zetten. Maar dit was echt een topplek, kijk. Helemaal fantastisch. En ik ben nog even een action gaan vermanden. Op de gok dat deze chill zijn. Deze weet ik niet. Ik kan ze zo terugbrengen. Ik woon hier toch heel dichtbij. Deze is volgens mij perfect, maar ze hebben zo weinig de hele tijd. Ze hadden er maar 4 in zwart. Dan moet ik gewoon extra plankjes kopen, want ik had een plank gekocht, maar die was verkeerd. Ik dacht dat dit precies paste, ja. Nou ja, dit vind ik wel goed. Hallo, ik film niet zo heel veel rondom het huis. Laat even weten als je wilt dat ik meer film. Maar ik denk, het is allemaal niet zo heel boeiend wat er nu gebeurt. Ik zou het zelf niet heel interessant vinden. We hebben gisteren eigenlijk, we hebben allemaal vet veel last van ons rug. Want we hebben het hele huis klaargemaakt voor de stucadoor. Die is dus vandaag om 8 uur begonnen. Hij heeft wel een paar weken nodig. Zegt H, die was vanochtend naartoe gegaan. We gaan toch bijna het hele huis wel laten stukken. Hangt er ook een beetje vanaf of hij het redt met zijn planning. Want we zouden eerst maar een paar muren doen. Toen weer een paar, toen weer een paar. En ja, op een gegeven moment gaat het echt opvallen. Als het heel mooi is en bepaalde muren zijn niet gedaan, denk ik. Hij heeft van die stukkenrollen gehaald. Dus ik ben gisteren de hele woonkamer gaan rollen. En hij boven gaan rollen. Alle stopcontacten eruit. Alle pluggen eruit. Buizen weg. Gewoon alles afdekken. Het was echt wel heel veel werk. En nu is hij dus de voorlaag of zo aan het doen. Ik ga nu naar het huis toe. Oh, dit is zo irritant. Want ik ga ook even mijn kantoor weer verder afmaken. Want ik heb nu dus die kast. Eigenlijk moet mijn kantoor ook een beetje leeg zijn. Want de bank komt woensdag. En die kan dus nu niet in de woonkamer worden gezet. Want daar is hij aan het stukken. Dus we kunnen het in dozen laten staan in de woonkamer. Maar dat is best wel zonde. Want normaal installeren ze het al voor je. En halen ze de dozen natuurlijk ook weg. Maar... Het kan dus ook in mijn kantoor al uitgepakt. Maar gezien het ook weer zonde om een mooie nieuwe bank in mijn kantoor te zetten. Dus we weten het allemaal niet. Het is wel... Het is nu niet echt leuk, het huis. Altijd hoor ik mensen hierover en denk ik... Oh, het is toch super leuk, maar het is nu niet echt leuk. Je bent alleen maar irritante klusjes aan het doen.
Dus, en het duurt allemaal natuurlijk super lang, want we hebben donderdag al een maand de sleutel. Nog even naar de Bouwhof geweest. Ik heb niet gefilmd. Kijken of ze daar het vallende bureaus hadden, maar dat hadden ze niet. Maar ze hebben daar zulke leuke meubels. Echt leuk. Dus ik wil zijn niet schrikken, want jullie huis is straks helemaal geel door de voorstrijk. Oh, moet je kijken. Wajo. Geel huis. Oh, stel dat dit het is. Dat hij zegt, ik kom niet meer jongens. Mazzel. Gelukkig hebben we de vloer goed afgeplakt. Wow. Vliesbehanglijm. Dit vond ik heel grappig. Goldband. En hier stond iets van kontband of zo. Wat was het nou? Oh, rotband. Lekker bezig, Ari. Kitchen. Ik ben dus echt zo blij met de kast. Ik heb nog 3 planken erbij besteld. Die worden bezorgd, gratis. Wat ik niet echt begrijp, maar oké. Want dan kan het allemaal wat minder ver uit elkaar. En ik wil het liefst allemaal dezelfde manden, maar die zijn er steeds niet. Dus ik had deze, die vond ik ideaal, maar net heb ik toch die gekocht. En die zijn eigenlijk ook ideaal. Ja, die zijn eigenlijk even breed, volgens mij. Bijna even breed. Ja, nou ja, zo dan. Maar ik moet nu echt aan de slag hier, want het kan gewoon niet meer. En ik wil nu gewoon dat het opgeruimd is, dus ik ga nu beginnen. Komt u maar. En vanavond ga ik naar Zumba. Goed, hè? Mijn nieuwe sportschool. Logisch nieuw, want ik woon hier nog maar net. En ik heb ook ontdekt dat ik echt een hele slechte rug heb, want ik moet eigenlijk de hele tijd zitten. En daarom heb ik minder last van mijn rug als ik voor de klas sta, want dan zit ik best wel veel. Maar gisteren heb ik alleen maar geklust en mijn rug doet zoveel pijn, dus niet normaal. Dus ik doe zoveel mogelijk zittend. Heel erg op mijn leeftijd en ook. Ik wil daar ook naar zo'n speciale rugman toe gaan. Ik had zijn voicemail ingesproken, maar hij antwoordt niet. Want dit kan echt niet hoor. Echt niet goed. Ik wil eigenlijk alle kleren voor de surprise boxen op maat gaan hangen. Gewoon van XS tot en met XL. Of groter, heb ik niet meer volgens mij. Ik denk ook gewoon broeken. Ja, ik wil alle surprise kleding eigenlijk aan het rek. Ik heb alleen nog maar de bak met maat S gedaan. En de hangers zijn alweer op. Chill. Brown, I could be blue, I could be violet sky, I could be purple, I could be purple, I could be anything you like. I could be brown, I could be blue, I could be violet sky, I could be purple, I could be anything you like. I could be brown, I could be blue, I could be violet sky, I could be brown, I could be blue, I could be violet sky, I could be Charlotte, ga eens door met klussen. Hola, wij kijken deze film. Hij staat nu op nummer 2. Hij duurt super lang, maar hij is wel goed. Laten we even kijken hoe het huis er vandaag uitziet. Oh ja, dit moet nog even naar boven. Oh, ik zie nog steeds geel. Hij heeft vandaag het plafond gedaan. En deze muur gewit. Is stukken eigenlijk ook verf of alleen stukken? Verft hij het ook nog wit of moeten we dat zelf doen? Dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Oké. Okay. Deze zet ik even boven, want ik moet beneden zo leeg mogelijk. Want morgen komt ook de bank. En die moet dan, as we speak, in mijn kantoor. Zoals alles. Ja, ja. Helaas, ik win het haas. Nou, oké. Okay. Is thuis. Ik ga even nu een uurtje beneden aan de slag dus. Wie vindt dat ik een applausje verdien? Hey. Het lijkt best klein ineens. Komt door deze kast. Maar ja. Opruimer dan dit krijg ik het niet hoor op het moment. Oeh. Ik ben bezweet, je zou het niet zeggen. Maar ik ben echt bezweet en over 10 minuten is het 10:30 en moet ik er zijn omdat ik een proefles ga doen. Nog even snel stofzuigen. Oké, jongens. Het was echt heel leuk. Ik ben helemaal bezweet. Echt al na 20 minuten, want ik ging wel meteen volgeven. Ik kon het super goed volgen. En dan denk ik, waarom heb ik dit niet eerder gedaan? Want sporten ben ik gewoon niet goed in. En dansen ben ik wel goed in, want ik heb ritmegevoel. En ik kan die pasjes echt super snel oppikken.
Dus ik had even gevraagd van, ik vond het heel leuk. Vinden jullie het goed als ik dan donderdag ook nog even de Zumba-les uitprobeer? Als ik dat ook leuk vind, dan schrijf ik me in. Want dit is alleen op dinsdag. Ik ga er vanuit van wel. Maar ik dacht, dan doe ik dat even voordat ik maar een halfjaarsabonnement vastpin. Oh nee, doe nooit je ketting af. Hele leuke meid. Een heel klein groepje was het in principe. Maar het was echt niet heel veel Zumba sexy dance. Ook wel een beetje. Oh man. Maar ook echt wat ze zei. Je kan het echt zo zwaar maken als je wil. Als jij gewoon super laag gaat. En echt squat houdingen aanneemt. Als ik mijn knieën buig en zo. Dan is het ook veel zwaarder. En dat deed ik eigenlijk ook al wel meteen. Want eigenlijk als ik het één keer zie, dan volg ik op zich wel het pasje. Omdat ik natuurlijk gewoon mijn hele leven heb gedanst. Het is niet dat ik super goede danser ben, zeker niet. Maar ik ben wel gewoon, ik heb gewoon ritme gevoel. En ik kan de pasjes gewoon snel begrijpen. Dus super leuk. Want zwemmen en dansen zijn letterlijk de enige sporten waar ik een beetje goed in ben. Hoe noem je dat zo? Wat ik kan. Lekker. Dat was het. Brekkie. 5% Grieks yoghurt, freshjes, granola, echt obsessed daarmee dus. En je doet er heel lang mee op een of andere manier omdat het zo klein is. En blauwe bessen. Zo, Hadi heeft de bank aangenomen en Sucreur is al sinds 7:30 bezig. En ik ben even hier zo heen gegaan. Ik ga me hier even omkleden en klaarmaken. Maar... is dit bruin of roze? Oh, dit is roze. Ja, het is echt best wel donker roze. Wittige kleur. Ik vind het zo spannend, maar we kunnen het echt nog lang niet bereiken. Bruine. Nou, het valt nog wel mee waar het in de weg staat trouwens. Hi. Ik heb Lot opgepikt. Oh, dat had ik niet. Ik weet echt nooit wat ik had verteld. Heb jij dat? Ja, heb ik ook vaak. Ja. Ik weet het echt niet. Maar ik kan wel gewoon zeggen omdat je wat afleiding nodig hebt. Want mijn vlog nog eens over een maand online. Ja. Dat mag toch? Ja. Nu vind ik het gewoon niet meer leuk. Nee. Ik ben een zuurstok vandaag. Zo ja. We zijn allemaal bloemetjes. En omdat Lot lekker afleiding nodig heeft en ik ook vakantie heb en het gewoon zo gezellig is, zei ik, ga je even mee. Want ik rij over Woerden, waar Lotte woont. Lodden. Dus toen zei ik, zij zou eerst vandaag naar Walibi gaan, maar dat ging niet door. Mag ik dat zeggen? Ja, tuurlijk. Toen zei ik, waarom rij je niet even mee? Dus zij is naar de Mackie gefietst in Woerden en ik heb haar daar opgepikt. En nu zitten we samen in de car en ik ga dan even bloed prikken en mijn consult doen en wat Lot gaat doen, weet ik echt niet. Maar jij bent ook net als ik niet van, oh nee, nu ben ik alleen, nee. Wat moet ik doen? Waarschijnlijk blijf ik gewoon in de auto zitten. Ga je gewoon of even werken op je telefoon of zo? Nee. Oh. Of ga ik, ja, ik weet niet. Het is wel droog, dus misschien mooi. Ga ik even een stukje lopen. Ja. Zijn we nou al in Zeist? Ja, mag ik dat wel zeggen in Zeist? Ja. Okay. Ze zei max een half uur, maar volgens mij is het, de intake was al digitaal, dat ik denk dat ze alleen gaat prikken. Ik heb het ook de laatste tijd. Is dit tijd goed? Nee, want jij rijdt aan de linkerkant. Maar waar moest je dan ik erop? Ik zat te kijken. Kijk even, waar moest ik erop? Huh? Die weg ja, daaromheen. Ik ga gewoon hier bij die speeltuin spelen. Ja, zal ik hier afzetten? Nee. Mensen vroegen waar je water van is en ik zei Hema, dat klopt toch? Ja. Ja, oké. Okay. Deze heb ik zelf gekocht. Van mijn collega kreeg ik er ook eentje met planten. Heel leuk. Maar hij stinkt nu een beetje. Oh, je moet hem in de vaatwasser doen of met soep. Maar de randjes, ik denk van alle lipgloss of zo. Gewoon hilarisch bijna dat het. Er zat echt in dat ding te... Maar waar heb je geprikt dan? Gewoon aan de eerst zijkant. Op die vinger, maar dat moest. Op internet zeiden ze ja. Een andere, die is meer sappig of zo. Ja, de middelste vinger. Ja, ja. Die gebruik ik. En toen aan de zijkant, maar toen deed het dus echt pijn. Ja, aan de zijkant, ja, dit is veel harder. Doe je meestal maar één prikje, is genoeg? Nou ja, twee is max meestal. Echt? Bizar joh. Ja, heb ze maar heb je hele koude handen? Nu zijn ze een beetje koud, maar normaal ja. Nou, komt goed. Vooral darmklachten, hè? Laten we het even nog een beetje door me nemen. Ja. Ja, en dus vermoeidheid echt. Ja, heel irritant. Maar heb je het gevoel dat je die vermoeidheid hebt door die darmklachten? Soms wel. Ja. Maar ja, kijk, ik ben blij als ik een paar uur geen opgeblazen buik heb. Ja, je zegt ook hormonale klachten. Wat bedoel je daarmee? Nou, het is nu iets minder, maar ik heb hier pigment en hier ja. En hier. En nu ben ik dus met te veel gestopt. Maar dat is pas sinds dit jaar de zon is gaan schijnen, heb ik het echt gekregen. Ja, ja. Ik denk dus dat het letterlijk ligt aan dus jouw darmgezondheid. Je had wel supplementen, je doet het ook niet regelmatig, hè? Nee, ik denk ook niet dat het aan de darmflora per se te weinig. Okay. Het zou kunnen, kijk, het kan het altijd helpen en het kan het ondersteunen, maar het zit denk ik bij jou meer in die vertering. Dus
ja, of te weinig verteringsenzymen of ja. Ja, die darmbarrière. Als je lichaam te weinig enzymen aanmaakt, dan het is wel, kijk, kauwen is het de deel stap 1 van eigenlijk de spijsvertering. Dus als je dat overslaat, dan kan je lichaam er meer moeite mee hebben. Ja. Maar als jouw lichaam uiteindelijk dan alsnog te weinig spijsverteringsenzymen aanmaakt, dan mis je alsnog weer de, nou wat is het, derde of vierde stap van de spijsvertering. Okay. Dus ja, dan kan dat alsnog klachten geven. Ja. Nee, ja, laten we gaan prikken. Ja. Ik ben benieuwd. Welke wil je? Maakt niet uit welke, maar ik neem wel in ieder geval je middelste vinger inderdaad ook. Dat maakt niet uit welke. Nee, dat kan als je wil. Ik ga hopelijk maar één keer prikken misschien. Nou, ik ben echt zo benieuwd. Of het mij één keer lukt. Ja. Komt ie. Ja? Hè? Maar hoe kan dat? Ik had hem echt op de diepste stand. Ja, dit zijn zelfs nog kleinere prikkertjes. Ja, denk ik die paars of niet? Ja. Ja. Nou, je had dat moeten zien, joh. Het was echt schrapen, gewoon in dat gat. Wat is dit? Het lijkt een beetje afgebroken. Ja, het is extreem afgebroken. Ja. Het lijkt wel een eenhoorn. Eenhoorn. Ik krijg het niet uit. Met een slappe. Oh my god. Wat erg. Doe het dan een beetje zo achter je oor. Nee, ik kan het vast niet. Oh, deze moet ik gewoon vast doen. Oh, zo. Doet. Ik ga je vertellen hoe het was. Ja, ik luister wel mee, want ik ben wel benieuwd. Oh nee, het was een heel kort hoor. Ja. Nou, we gingen dus prikken, maar het bloed nog steeds. Zoveel bloed komt eruit. Huh? Dus ik snap er helemaal niks van waarom ik het zelf niet kon. Zij ook niet. Die nagels. Ze stelde nog een aantal vragen ook of mijn haar snel uitvalt. Ik zei volgens mij niet, komt door blonderen. Wel hele slechte nagels. Ze vroeg nog over, nou ze denkt misschien iets met vertering en enzymen. Nou, dat dacht ik zelf ook misschien wel aan. En dat die vermoeidheid vanuit je darmen komt is zo normaal, zeg maar. En zij kent ook echt de struggle. Dus zij hoopt ook super erg dat er iets uitkomt. En qua ongesteldheid zei ze ook dat het niet helemaal normaal is. Want ze zei PCOS. En toen zei ik van, maar ik ben gewoon meteen ongesteld geworden. Maar dat kan dan alsnog PCOS zijn. Want ze zegt dat je nu zonder pil één dag echt dood gaat van de pijn. En dan de tweede dag nog ongesteld bent. En de derde dag al niet meer. Is ook niet echt normaal. Je kan het laten onderzoeken. Ja. En ze hebben heel veel dingen van, ook zelfs ongesteldheid heeft er te maken met je darmen. Zoveel komt voort uit je darmen. En dat wist ik wel. Darmen is echt gewoon een basis van heel veel dingen. En dat ik misschien niet goed tegen vezels kan. En nou ja, dat soort dingetjes. Maar we gaan gewoon even de test afwachten. En dan ga ik dan online met haar nog een gesprek doen. Want we kunnen nu allemaal dingen gaan denken. Maar ik ga niet voor niks die bloedtest natuurlijk doen. Die EMB bloedtest. Dus over ongeveer 2 weken heeft ze de uitslag. Ik ben echt zo benieuwd. Ik hoop echt dat dit mijn leven gaat veranderen, serieus. Want je wordt er echt gek van. Ik zeg ook, ja, hoeveel je ook slaapt, je blijft eigenlijk moe en zo. Dus. En hoeveel mensen begrijpen het ook niet. Wat ook heel logisch is. Dus nou, we gaan het zien. En nu ga ik even met Lotten... Even ergens wat eten. Ik heb dus zin om te winkelen, maar jij zeker niet, hè? Niet echt, nee. Dat kan ik ook in mijn eentje doen later. In Sweet Lake City. We gaan even ergens eten. Ja. Maar waar? Ik moet ook nog mijn snacks proeven, maar dan kunnen we beter na het eten doen, denk ik. Kan ook nu. We hebben een summer pokeball. Waar zitten we? My Heritage. Heritage in Zeist. We hebben Bulgur. Ik durf je ook niet hier te filmen omdat het zo chic is. Ik vlog sowieso vandaag niet. Nee? Nee, het is succes. Waarom niet? Ergens. Je zou toch wel naar het zo leuk, we zijn voor Lottes kanaal en, nou ja, een deel van haar video aan het opnemen met proeven. En we hebben iets heel leuks ontdekt, maar mijn video komt toch wel eens later dan jou. Ja, maakt niet uit. Het is van die popping candy. Oh, ik heb niet zoveel, maar... Hoor nu. We hebben ontdekt dat als je water erbij doet, dat het dan echt keer 10 popt gewoon. Ik weet niet of zij het ook horen, maar voor jezelf voel je het overal knetteren. Dat is echt leuk, dus dat moet je echt een keer doen. Ja, het is echt een nieuwe ervaring. Serieus, het is gewoon echt heel leuk. En nu had ik heel weinig gedaan. Maar ja, pak dan nog. We moesten het even... Ik hoef niet meer. Maar kijk, wat als we hier water in doen? Oh, dan knettert het door de hele auto door. Mijn geheugen is bijna vuurwerk. Oh. Gaat het dan schuimen? Oh. Dat ga je niet zien, denk ik. Maar kijk uit, hè. Je gaat knoeien, ik zweer het. Nee, dat is zo leuk, Lot. Nee, het gaat niet schuimen. Dat geluid?
Geweldig. Ik was net te laat. Huh? Wat was je aan het doen? Dingen weggooien. Vind je mijn outfit leuk? Zo leuk. Jongens. Okay. Nou, je ziet er altijd echt heel leuk uit. Ah. Ik vroeg even aan Haak, ik ben trouwens weer een nieuw huis. Hij is met mijn vrienden of hij het goed vond als ik één deel van een bank openmaak. Omdat ik en dan hier kan zitten en heel benieuwd ben. Dus hij zei, oké, doe dan de bruine. Dat is natuurlijk een minst vlekgevoelig. Maar we hebben sowieso vlekimpregnatie gedaan. Maar ja, je gaat niet nu al bellen van hoi, het is vies. Dat is een beetje raar. Dus ik ga deze even openmaken. Maar deze is sowieso maar mooi. Maar voor de roze ben ik dus heel bang. Moet je er nog pootjes onder zetten eigenlijk? Wel zonde dat we nu niet gebruik maken van de montageservice. Oh, ik heb nog maar heel weinig batterij. Ik doe hem even uit nu. Nou, nice. Lekker groot. Dit is een 1 zit. Ze had ook 1,5. Maar dit is al... Oh, het zit wel lekker hoor. Kijk, we hadden alleen iets van... Oké, je hebt dan dus hier niks voor je hoofd. Maar ik leg dan altijd een kussentje zo erin. Maar hij is ook niet te zacht. Nou, hier gaan we wel goed op chillen. Ik vind het zo spannend. Hij zat wel echt weg in de hoek. Zeg maar hier. Hier zit je veel beter dan hier. Hij is nu al zeg maar ingezakt hier. Is dat erg? Ik ben altijd gestrest. Ik ben altijd bang dat ik dan een verkeerde keuze heb gemaakt of zo. Nee, komt helemaal goed. Oké, dus nu ziet het er dan even zo uit. En dan kan ik ook meteen inschatten of het leuk is als hier een bank komt. Eindelijk weer bestelling aan het maken. Ik heb dus geen, wel batterij, maar geen geheugen meer om te filmen. Maar ik ben nu dit aan het inpakken en ik doe dus overal cadeautjes bij en zo. Ik had even wat op Insta gezet, maar hoe leuk dat dit besteld is.